Welkom bij Boerenbusiness TV. Iveco gaat een nieuwe fabriek bouwen voor de productie van diepgevroren friet en aardappelvlokken in het Belgische Poperingen. Vanaf 2021 kunnen daar zo rond de 350.000 ton aardappelen worden verwerkt. En dat staat weer gelijk aan 7.000 hectare aardappels. Nou, over die uitbreiding van de productiecapaciteit gaan we het hebben met Dick Zelhorst, Managing Director van Iveco Potato en lid van de hoofddirectie van Iveco Groep. Meneer Zelhorst, welkom. Dankjewel. Waarom gaat Iveco een hele nieuwe fabriek bouwen? Wij zien in de afzet van onze frietproducten een groei van zo'n 4% per jaar. Iveco heeft een leidende positie in de wereldmarkt als het gaat om aardappelproducten. En wij moeten dus mee in de flow van de afzet van friet en mee blijven groeien met de markt. En is een fabriek van 350.000 ton tegelijk? Ter vergelijking in Steenderen wordt de hoofdlocatie Steenderen wordt 600.000 ton verwerkt. Dat is correct. Is dat dan ook iets wat de markt goed aan kan? Nou ja, we zullen een aantal jaren nodig hebben om dit volume in de markt af te zetten. Maar 4% per jaar op de wereldmarkt is natuurlijk ook enorm veel. De fabriek wordt vooral ook gebouwd voor de overzeese afzet. Dus het gaat naar Azië, naar Zuid-Amerika. Dus dat soort landen groeit de afzet sterk. En daar willen we van profiteren. Naast de friet zelf, de productie, wordt ook aardappelvlokken geproduceerd straks op die nieuwe locatie. Ja, hoe zit die markt in elkaar? De markt van aardappelvlokken groeit eigenlijk ook wereldwijd. In de fabriek willen we eigenlijk de totale grondstofstroom maximaal verwaarden. Dus naast friet komen er natuurlijk slivers. Met een aanvoer van aardappelen betekent dat we ook daar vlokken kunnen produceren. En die gaan ook de wereld in. Dus eigenlijk wordt op één locatie de totale aardappel verwerkt, zeg maar. Ja, daarnaast is het zo dat we, en dat is ook, naast Poperingen hebben we een fabriek in Proven, een specialiteitenfabriek. Dus in combinatie met die specialiteitenfabriek op steenworp afstand, kunnen we de totale veldgewasstroom verwerken. Ja. En is 350 ton aardappelverwerking, gelijk voor 175.000 ton friet op jaarbasis. Ja. Is dat voldoende om de komende jaren een goede toekomst te garanderen? Of? Nou, de eerstkomende jaren zullen we denk ik de groei kunnen realiseren. Maar de fabriek heeft de ruimte om in capaciteit te verdubbelen. Dus uiteindelijk kunnen we in die fabriek 350.000 ton eindproduct produceren. Om erbij de 700.000 ton aardappelen. Okay. En waarom is exact gekozen voor Poperingen? Dat ligt in Zuidwest-Vlaanderen aan de Franse grens. Ja. Waarom is dat een goede locatie voor die nieuwe fabriek? Nou, wat ik net al zei, we hebben in Iveco heeft vandaag al een fabriek in Proven. Daar produceren we specialiteiten, dus hoogwaardige kwaliteitsproducten, added value producten. Daarnaast produceren we er ook friet, maar die frietlijn is eigenlijk afgeschreven. Betekent dat we met de bouw van de nieuwe fabriek de friet van Proven overhevelen naar de fabriek in Poperingen. En de fabriek in Proven uitsluitend specialiteiten gaat maken en in Poperingen uitsluitend friet. En in die combinatie verwerken we dan totale veldgewasstroom. Maar de keuze voor Poperingen heeft te maken met het feit dat we dus daar een locatie hebben. Aan de ene kant. Aan de andere kant is het zo dat wij kijkend naar Nederland zien dat het bouwplan al nauw is. Er is eigenlijk geen ruimte meer voor extra groei van het aardappelareaal. We hebben een studie gedaan over heel Noordwest-Europa in de aardappelverwerkende regio's. En daar zien we dat Frankrijk vandaag nog een relatief ruim bouwplan heeft, groeimogelijkheden heeft en dicht bij de afzethaven zit. Dus in combinatie met die drie elementen, dus combinatie van dicht bij de fabriek, andere fabriek, voldoende grondstof beschikbaar van een hoogwaardige kwaliteit en dicht bij de afzethavens was dit de beste locatie. Ja. Het is wel een gebied waar het al druk is met aardappelfabrieken, wat dat betreft. Een Klarenboot zit er, een McCain zit daar. Zeker. Is dat wel voldoende ruimte ook qua areaal, zeg maar, om dat te contracteren? Ja, nou wat ik al zei, we hebben een studie gedaan naar de grondstofbeschikbaarheid. We zijn overigens ook al een tijdje bezig met het opbouwen van areaal in Frankrijk. Deze fabriek heeft zeg maar bij 175.000 ton 350.000 ton aardappelen nodig. Wij sourcen al een deel voor die andere fabriek in Proven. Dat gaat over naar die andere fabriek. En we hebben inmiddels al 100.000 ton inkoop in Frankrijk zelf. Dus de helft, zeg maar grofweg de helft van het volume, hebben we op dit moment al. Dus die andere helft moet dan in de komende jaren nog opgebouwd worden. Dus dat is eigenlijk al langzaam opgebouwd wat dat betreft. Ja. En ja, u zegt van ja, Nederland is wat dat betreft qua bouwplan vol, om het maar zo te noemen. Maar schiet de Nederlandse teler daar met deze investering direct of indirect nog iets mee op?
Nou ja, het mooie van Avico is dat we eigendom zijn van de akkerbouwsector, van de suikerbietentelers. Dus als wij winst maken met onze fabriek in Frankrijk, dan komt het ten gunste van de akkerbouwsector in Nederland. En zo komt het dividend terug in Nederland. En wat zegt u tegen een aardappeltelier die erop, ja, dan gaat Avico weer meer daar contracteren en dat is uiteindelijk slecht voor mijn prijs, meer aanbod op de markt? Nou ja, we hebben natuurlijk, de nadruk van onze productie ligt natuurlijk in Nederland. We hebben 5 fabrieken in Nederland. Het zal zeker niet zo zijn dat die in capaciteit uitgegroeid zijn. Dus ook in Nederland zal de behoefte aan grondstof blijven. Tot slot even de slotvraag. Ja, ik kan er niet omheen natuurlijk, gelet op dit moment in dit jaar. Maar wat zijn uw verwachtingen van de aardappelmarkt en de prijs voor oogst 2019? Het is altijd lastig om die vraag aan een verwerker te stellen. Want wij zijn natuurlijk de kopende partij in de markt. Nou, we zagen natuurlijk aan het begin van het seizoen dat er een areaaluitbreiding in de EU5 was. Dat leidde ook tot een vrij negatief sentiment. Tot zelfs een termijnmarkt richting de €12 voor april 2020. We hebben toch gezien dat eind augustus, de periode waarin de tonnen moeten groeien van de hoofdoogst, dat we weer droogte en warmte kregen. Het gewas heeft daardoor toch een klap op de kop gekregen, om het even zo te zeggen. Betekent eigenlijk dat die nagroei er niet gekomen is. En als ik vandaag naar de Europese aardappeloogst kijk, even Engeland buitengesloten, dan denk ik dat er bepaalde regio's zijn die toch een relatief lage opbrengst krijgen. Dus nou, je stelt de vraag, ik geef ook een antwoord zoals we vandaag tegen de markt gaan kijken. We moeten natuurlijk alles nog rooien voor de hoofdoogst. Maar ik zou toch zeggen dat we iets onder het meerjaren gemiddelde komen in Europa. Dus dat zou wat perspectief moeten bieden voor degene die nog aardappelen moet afmaken. Ja, dus dat is eventueel goed nieuws voor de teler qua prijs, maar misschien wat minder goed nieuws voor een verwerker die graag de grond gegarandeerd wil hebben? Ja, wij leggen natuurlijk een groot deel van onze aardappelen vast op contract. Die stroom ligt er. Daarnaast is er natuurlijk een dagprijsstuk. En dat is afhankelijk van de ontwikkeling in de markt. Ja, en uiteindelijk zullen we in juli 2020 weten hoe de oogst is gelopen. Ja, dat is zo klaar als klontje wat dat betreft. Hè? Zo is het. Nizelle, dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Dit was Boerenbusiness TV. En tot de volgende keer.